zeg het niet graag. Ik ben genaaid. Ik ben echt keihard genaaid. En met mij eigenlijk iedereen die deze serie kijkt, lief heeft, bewonderd. Weet ik veel. Maak van wat je wilt. Hè. Ik ben genaaid en ik ben eigenlijk, zou je kunnen zeggen, keihard geprankt voor YouTube. En we zijn er allemaal met twee benen in getuimd. Of nou in ieder geval ik. Vorige aflevering was ik vol positiviteit over het vierde seizoen van Lang Leven de Liefde. En wat vond ik het fantastisch dat SBS de volledige afleveringen ging uploaden op YouTube. Maar niets bleek minder waar. Ik ben geprankt. Nogmaals, ik ben keihard geprankt. Bijvoorbeeld hier, 6 dagen geleden voor mij nu, werd Lang Leven de Liefde hashtag aflevering 11 geüpload. Ik dacht dus dat dit seizoen 4 aflevering 11 was. En bijvoorbeeld een dag later werd aflevering 12 geüpload, aflevering 13, et cetera. Maar wat hebben die bitches nou gedaan? Synchroon aan het vierde seizoen op televisie hebben ze het eerste seizoen geüpload op YouTube. Dus ik dacht vorige keer dat ik naar een fantastische nieuwe video van seizoen 4 aan het kijken was. Maar eigenlijk zat ik gewoon naar een aflevering uit seizoen 1 te kijken. Godverdamme. Maar het is dan eindelijk zover. Ik heb me zoveel toegestuurd gekregen via InstaDM. Blijf dat vooral doen, want daardoor kwam ik dit pareltje op het spoor. Ik ben benieuwd. Deze nieuwe vrijgezel heet Joop en is 29 Kijk, jaar. Kijk, daar is Joop. Ja, ik heb best wel hobby's. Gamen, films en series kijken. Lekker Joop, jongen. Daarnaast doe ik ook aan cosplay. Kijk eens! Ik moet ook wel zeggen, het is gedurfd om zo zeg maar kennis met iemand te maken. Ja, aan de andere kant, je laat wel meteen zien wie je bent. Dus, ja, ik ben geen Casanova. Ik weet het niet, of meiden moeten me gewoon niet. Ah, dit vind ik zielig. En ondeugend, dat vind ik heel aantrekkelijk. Gewoon iemand die leuk vindt om eens een keer te plagen. Oh, ondeugend. Hij gaat ook zo erop wachten. Wel, ik zweer het, als ik als chick binnen zou komen, wat heel raar is, want ik ben helemaal geen chick. Jammer. Maar als ik als chick binnen zou komen, zou ik me echt de touwtieven schrikken. Laten we eerlijk zijn. Nou Joop, met een beetje mazzel is de Force sterk in de 26-jarige Charisse. Ik hoop dat het ook voor je. Dat zou echt voor iedereen geweldig zijn. Ja, want de anderhalf jaar alleen. Nee, daar ben ik het niet mee eens, meneer de Force over. Het zou pas echt fantastisch zijn als zij het helemaal kut vindt, want dan kunnen wij lachen. De mensen om mij heen me een partner gunnen. Omdat ik liefde voor 100 heb. Er zal een gek op de wereld rondlopen die dat ook leuk vindt van jou. Vind ik goed gesproken. Zo is het. Naar de ezels kijken op de kinderboerderij. Als die zijn best ervoor heeft gedaan, vind ik het al romantisch. Nou, hij heeft zijn best zeker gedaan. Ik hoop dat jij het romantisch vindt. Oh, hallo? Hij zegt ook niks. Dit is sick. Oh. Aangedaan. Ze vindt het leuk. Doe nou niet meteen die helm af. Had die helm wel opgehouden. Oh, wat sick. Doe eens even een rondje. Ze vindt het mooi. Oh, dit is sick. Dit is jouw hobby, dus denk ik. Ja. Het zou wat zijn als je dan zegt, nee man, ik vind eigenlijk niks. Maar ik dacht, ik trek het gewoon voor de lol aan. Het was wel een goede stunt geweest. Wil je wat drinken? Jij hebt aangezien je het best wel warm hebt, denk ik. Hey, ik moet zeggen trouwens, geef wel een chatje jasje aan, man. We zijn matchende, man. Ja, ik ben mega Star Wars fan. Fijn, ik ook. Oh, top. Nee, dit is echt, dit gaat helemaal goed. Nou, we kunnen nu doorskippen naar dag 4, want het komt helemaal goed. Kijk, ze heeft zelfs een kettingje. Nice. Oh mijn god. Nice. Hé, maar echt. Mijn omgeving. Goed bij elkaar gezet, man. Star Wars, Marvel, Disney. Ja. Zijn we ja, gelijk. Hé, hey, Disney, man. Let's go. Als jullie dit zien, zit ik waarschijnlijk in Disneyland. Hé, hey, volg me op Instagram voor een vette Disneyland Parijs foto met Goofy. Of met Pluto, man. Hé, hey, let's go, man. Ook grote handen. Je weet wat ze zeggen, hè? Grote handen. Grote handschoenen. Inderdaad. Oh. Zo, mag ik dan eens even met jouw lightsaber spelen? Ja, nu je mond maar open, meisje. Het is luminen, dus het kan de kleuren selecteren. Oh, wow. Hij gaat twirlen met die stok. Ik ga ervoor zitten. Wat is dit voor lijpen? Oh, wow. Wil jij ook op date? Nou, ik krijg er helemaal zin in als ik dit zo zie. Nee? Kijk maar, even als je zo kan indruk kan maken op de vrouwen. Ik zeg je eerlijk, man. Je hebt mijn stem, ouwe. Dit is echt fantastisch. Eerlijk, hij doet dit wel zien. Heel nice. Zou ik dit ook gaan oefenen? Zie je mij al staan met zo'n grote lampion in mijn handen? Nou, dan gaan er zeker mensen dood waarschijnlijk die in de buurt komen. Hé, hey, maar ze zijn dus door naar de volgende aflevering. Nu is het een soort talentenjacht. Ik ga trouwens niks zeggen over talentenjachten. Wanneer heb je voor het laatst seks gehad? Zo, daar ben ik wel even benieuwd naar. 2 jaar terug. Zo. Ja, ik niet. Ik was aan het nadenken. Ik weet ook niet wat ik wilde zeggen. Mis je het? Ja, natuurlijk, man. Ja, wat wil je nou zeggen? Ja, ik absoluut. Ben toch alleen, ja, ik vind het echt een goed antwoord. Ja, tuurlijk. Ja, maar je moet gewoon eerlijk zijn, toch? En jij? Ja, ik iets minder lang geleden. Zou echt fantastisch zijn als ze zeggen gisteravond voor ik hier naartoe kwam. Maar dat is denk ik te mooi om waar te zijn. Mijn verjaardag nog. Wanneer ben je jarig gisteren? Ja. Met een scharrel of met een... Nee, is een goede vriend van mij. Die dacht ik ga er even een verjaardagscadeautje geven, want ik heb niks. Oh, oef. Oké, ja.
Heb je al een voorstelling gemaakt hoe seks met mij zou zijn? Wat een vraag. Heb je een voorstelling? What the fuck, joh, nee. Zij denkt ook van, nee. Oh, nee. Heb jij het al met mij voorgesteld? Ja, zoenen, maar that's it. En, wat verwacht je daar? Ik denk dat wel lekker. Ik denk wel lekker. Ja, dat denk ik ook. Gadverdamme. Oké, okay. Ja, misschien later op de avond nog. Ja, zo, weet. Nou, knal nog even een paar wijntjes binnen, mevrouw. Soms denk ik, kan je wel hard genoeg zijn voor mij, want ik kan echt... Oh, jawel. Hoor je wel, jongen, hij slaat je zo met die lightsaber tegen je toekes. Maar dat vraag ik me nu dus af, dat het echt... Maar ik vraag me altijd af van, dan gaat iemand, ze kennen elkaar hier 3, 4, 5 uur. Ik vraag me af of jij mij wel voldoende tegengas kan geven. Ja, dat is natuurlijk bullshit, want iedereen is aan het begin toch gewoon lief. Aan het begin ben je toch extra lief. Als je vanaf moment 1 al aan volle bak tegengas geeft, dat doet niemand, denk ik. Zo. 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 Tongen. Tongen. Nee, zij wil niet tongen, hij wil wel tongen. Zeg je eerlijk, ik zou je op zich wel willen zoenen, maar ik ga me niet opdringen. Zoals jij eraan toe bent. Nou, aan de manier hoe er gereageerd wordt. Hij hoeft je niet te vragen van, mag ik je een kusje geven? Doe het! Ja! Nee, maar hoef je dat dan? Oh, ja, nee, ik moet zeggen... Jopie, dit doe je goed. Als in het, ik vind het wel netjes dat hij het op die manier vraagt. Ik vind dat gewoon netjes. Ik bedoel, je moet ook respect hebben voor vrouwen. We hebben allemaal de laatste weken als geen ander gemerkt dat je niet zomaar iets kan doen. Ik denk dat dat best een goed voorbeeld is. Shit, nou, de volgende ochtend. Oh, gelijk die complimentjes. Goed bezig, Joop. Wat hij wil verlengen is geen geheim, maar de keuze van Charisse, dat is een ander verhaal. Oh. En ik was echt... verrast. Maar daarnaast voel ik me ook niet aangetrokken tot jou. Mist iemand die tegengas geeft, iemand die mij uitdaagt en met mij de randjes opzoekt. Dus dat heeft mij ook toen besluiten dat ik niet wil verlengen. Arme Joop. Nou, wat een dramatisch einde van onze eerste seizoen 4 aflevering. Het gaat helaas toch mis. Die graag kennis maakt met zijn lichtgevende krachtveld. Dus als jij je aangetrokken voelt tot zijn liefde... Hé, ik hoop echt dat iemand zich gaat aanmelden voor Joop. Dat willen we zien. Dan heb ik verder nog een hoogtepuntje uit seizoen 3... die mij ook ontzettend veel werd toegestuurd. En dat is Jona. Nikki. Jona date hier met Nikki. Zo gezegd. Seizoen... Alles goed? Nee, en een goeie man. Ik ga mensen belachelijk maken om hun accent. De wereld op zijn kop. Ik heb superveel toegestuurd gekregen. Het schijnt echt fantastisch te zijn. Seizoen 3. Alles goed? Ja, maar ja. Ja, goed hè. Hoor je ook, Maus? Ja, alles. Kunnen we even kijken, ja? Kun je piano spelen? Nee. Nee, ik ook niet. Nou. Dit doe ik alleen maar aan, niet dat we moe van. Ik kom nog buiten, hè? Wow, wat is dit dan? Wat zit ik aan te kijken? Mortuin. Ja, Mortuin. Dat hoort, alles erbij. Wow, mensen zeggen iets over mijn accent. Hé, hallo. Hallo. Moeten we weer naar binnen? Wow, wat blind. Wat cool, hè, is dit? Ja, nou ja, zeg dat wel. Ja. Ik vind gewoon alles wat hij zegt van toe. Kun jij komen? Ja. Oh, kun je komen? Je kan me niet voorstellen dat er echt mensen zijn met zo'n accent. Ik vind het een fucking mooie gast. Geef elkaar een welgemeen compliment. Leuk accent. Nou, ik vind dat je er leuk uitziet. Ja, nou jij ook. Wat activiteiten heb jij bedacht dat we allemaal gaan doen hier? Niet zoveel. Oh. Ze hebben gewoon constant lachen. Kijk, dat geitige koppie. Ja, ik kwam er niet op. Ik zit op collega's, wat doe ik altijd? Ze zeiden, ja, dat weet ik ook niet. Ah, ze heeft echt veel inhoud, man. Niet zoveel, zeg maar. Nee, ik kijk thuis altijd ja, gewoon een serietje of zo. Of ik ben aan het werk. Ik had bierpong bedacht, maar met water is dat ook zo wat niet. Ik had bierpong bedacht, maar met water is dat ook zo wat niet. Ja, een hele slechte imitatie, maar ik vind het echt fantastisch. Heb je ook huisdieren? Of? Nee, nee, natuurlijk niet. Nee. Hij is geen type huisdier. Wat heb je? Twee katten. Oeh, dat vind je niks? Ja, ja. Ik ben geen kat, man. Ja, nee, dat zijn echt mannen. Ja, dat geloof ik. Ja. Wow, ik kan gewoon, ik zou dit gewoon kunnen kijken en alleen maar lachen. Ik hoef hier niet eens iets over te zeggen. Zout van water. Kijk, hout. Oh, dus ze drinkt ook niet? Ja, dat is al geen match. Dat kan het al gewoon. Zij moet ook lachen, dat zusje. Van ja, als ze niet drinkt, dan is het klaar. Maar als ik niks zeg, dan zegt zij ook niks. Misschien kan jij haar vragen waarom. Je bent niet zo moeilijk, hè? Nee. Heb je wel een eigen mening? Ja, ja. Mooi ook dat hij hierna gaat luisteren terwijl hij zelf gaat zitten zuipen. Dat vind ik wel weer mooi. Goed, hè? Oeh.
What the fuck? Hij zit zich gewoon helemaal te bezatten. Ja, het is dan natuurlijk gratis. Dus hij denkt, hey, had ik een idee. Ik kan er nog wel één in. Het is wakker. Oh, dat heb ik helemaal niks. Hoe hebben ze dit kunnen matchen? Echt, holy fuck. Wat een monster. Wat een ik vind het helemaal niks. Oh ja, goed, ik ben wel vrij stil, zeg maar zo. Zo ben ik qua persoon. Ze mij wel prima. Je houdt niet voor katten. En ja, dat is voor mij ook een punt, omdat ik er wel twee heb. Ja, goed, dat snap ik wel. Maar ik probeer er dan nog wel wat van te maken. En bij jou gebeurt er helemaal geen ene donder weer, wat? Ja, dat kan. Hij is wel eerlijk. Ik ga me lekker mijn tassen pakken. Dan ga ik lekker naar huis. Meer. Dit is misschien wel het allerbeste wat ik ooit gezien heb. Wat een heerlijke gozer. Ik vond het echt fantastisch. Ik hoop dat jullie de video ook weer leuk vonden. Heb je genoten? Vergeet je dan niet te abonneren. Stuur me even een leuke aflevering uit seizoen 4. En stuur me dan niet een DM met deze en deze gast is leuk. Nee, stuur dan ook even in welke aflevering die komt. Want anders dan heb ik er niet zoveel aan. Tot de volgende keer. Doei!